Plassen met Mattie en Wietse. Wie is de beste vader? Hoe is het, Wietse? Wel prima. Het voelt in één keer als de laatste loodjes, want het is dan nog maar 2 volle dagen. En woensdagochtend dan zijn papa en mama weer terug. Ja. Want we zitten nog steeds lekker in de woonkamer in Montfort hier natuurlijk. Ja, maandagochtend gaan we weer naar school. Aurora, die gaat vandaag naar opa. En Chiara, ja, die gaat inderdaad 7:15 weer op het fietsie. Kijken of het allemaal wat gesmeerder gaat al. Ja. Ja, het ging best wel goed al. Ja, begon natuurlijk, eerste taak is dan 7:10 de honden uitlaten. Ja, we hadden een beetje gedoe over het huisvuil. De vuilnis die wordt opgehaald, vuilniszakken kunnen 's ochtends bij de poortdeur worden gezet. Maar wat dus raar is, hier in de tuin staan ook gewoon kliko's. Ja. Dus je zou toch denken dat er een kliko aan de straat gezet moet worden? Je kunt straks tijdens het hondenuitlaat kijken wat de rest van de straat heeft gedaan. Oh, dat is een goeie inderdaad. Want als zij allemaal kliko's aan de straat hebben, dan weet je hoe laat het is. Ja, ik heb het toch gezien. Er staan alleen maar vuilniszakken in de straat. Dus de hele kliko weer leeg takelen. Ja, jij hebt ze allemaal ingegooid, toch, in die kliko? Dan ga ik dat weer doen, zeker. Toen begon het hele ritueel pas natuurlijk. Kinderen wakker maken. Ja, dat is wel echt een leuke. Ik vind dat een van de leukste taken hoor. Leukste moment van de dag. Kinderen wakker maken. Dan zijn ze ook nog niet zo schreeuwerig. Nee. Goedemorgen, Aurora. Ach, Aurora moet altijd een beetje op stoom komen nog. Ja, gisteren heb je mij wakker gemaakt, hè? Vandaag maak ik jou wakker. Gisteren stond ze namelijk 7:15 te springen op het bed. Aurora lacht meteen ook, hè? Als ze wakker wordt, meteen. Oké, we gaan leuke dingen doen. Chiara! Goedemorgen. Goedemorgen. Rise and shine. We gaan weer lekker naar school toe, lekker rekenen. Geen zin in. Oké. Maar ze zijn wakker, hè? Ja, ze zijn wakker. Ze komen naar beneden ontbijten natuurlijk. Pasta. En pindakaas. Dat eten die kinderen ook veel, vooral die kleine, joh. Dat gaat echt, dat is niet normaal. Dan zou je denken die 2 boterhammen zijn voor de oudste. Nee hoor. Eén glaasje melk voor mevrouw. Een glaasje water voor mevrouw. Alles naar wens verder, smaakt het? Ja? Lekker! Mooi! Pak 10. Zo, even checken. Tandjes poetsen natuurlijk. Dat is altijd een heel ritueel, want dan mag je eerst bij Aurora even zelf de tanden poetsen. En dan wil ze zelf nog even met de tandenborstel. Wordt de tong gepoetst, toch? Ja, iets, dan gaat de tandenborstel in, maar dan gebeurt helemaal niks natuurlijk. Dat is ook zo erg. Ja. Je vindt die tandpasta wel lekker, hè? Laat jij je mond lekker dicht doen. Ik vond dat het echt lekker liep. Echt, en dan wil ik niet mezelf op een veren maar eens steken, want dit cheffen we samen gewoon even. Jij doet het lekker, we zitten erin. Doen. We zitten er echt in. Zometeen komt opa Aurora op. Opa belt aan volgens mij. Opa belt aan. We moeten even heen lopen. Even naar, Opa kwam rond 7:50 Aurora ophalen. Ja. Die stond in één keer voor de deur. Een beetje Sinterklaas, hè? Hij had de stem van Sinterklaas. Aurora die gaat vandaag naar opa. Goedemorgen. Ik kom ze halen. Hoe is het met jullie? Ja, goed. Kom verder, opa. Oké. Dank je. We zijn live in de uitzending. Vertel eens, en zijn ze een beetje leuk, die Mattie en Wietse? Ja. Heel leuk zelfs. Nou, gekker moet het niet worden, joh. Oh, Chiara, we moeten gaan. Toen toch nog een beetje haast, hè, naar school. Alles liep echt gewoon voor of schema. En dan is het in één keer, zonder dat je door hebt, 7:15. En dan heeft Chiara nog geen schoenen aan, nog geen jas aan. En dan moet je op de fiets en dan moet nog even gedag gezegd worden. Dan moet Chiara denken, naar de wc toe. Dat is nog te laat. Oké, let's go. Nou ja, die vanmiddag dan weer. Ja, 3 uur. Dan komt opa tussen de middag. Doei, Chiara, veel plezier. Ja, dan lijkt het allemaal op rolletjes te gaan. En dan kom je toch net nog op tijd. Want ja, dan moet ze de jas nog aan, schoenen nog aan. Dan is het in één keer 7:15. Moet je toch nog fietsen. Maar het is gelukt. Right on time. Chiara is weer op school. Aurora bij opa. Tussen de middag blijft Chiara bij opa. Dus wij hebben eigenlijk een rustdagje. Huishouden. Nou, gezellig. Ja, is ook wel echt hard nodig. Ja, er is toch iets misgegaan met die deal van... weet je, als je iets nieuws wil pakken, moet je eerst dat opruimen waar je mee speelt. Want het ligt hier allemaal zo, dus een beetje gemist.
vanmiddag vanaf een uurtje of drie zijn ze er dan weer. Dan gaan we vanavond naar bed. En dan is het nog twee nachtjes slapen. En dan zijn papa en mama weer thuis. Oppassen met Mattie en Wietse. Tof dat je ons volgt tijdens deze ja, hele bijzondere week. Check hier onze vorige filmpjes. Daar vind je trouwens ook een abonneerknop. Ja, dan kun je gratis abonneren. Krijg je automatisch alle filmpjes te zien. Maar je kan ook op de link klikken hieronder het filmpje. Kom, we gaan weer naar bed. Kom, we gaan weer naar bed. Twee. Ja, dat je weer slapen. Nee, als het niet naar bed. Ja, je moet in bed. Nee. Het is 7 uur. Leuk geprobeerd, het werkt niet. Oppassen met Mattie en Wietse. Volg ze de hele week bij Q-Music.